Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje van Stempelclub Nederland. In dit filmpje ga ik je laten zien hoe je uit één vel designerpapier deze leuke cadeau-envelop maakt. Ik heb twee versies en ik ga in dit filmpje ook nog een andere versie maken. En ik maak dit filmpje in het kader van de designpapieractie die nog tot het eind van deze maand geldt. Het is nu 27 juni en de actie geldt nog tot en met 30 juni. En dat is de actie dat je 15% korting krijgt op een geselecteerd aantal designerpapierlijnen. Die vind je in de jaarcatalogus. En ik heb ze hier even voor je erbij gepakt. Dit is de selectie papieren ook die je in de designpapier club kunt krijgen. De Zoocrew designpapierlijn. Dit is de lijn, moet ik even kijken, Stargazing. Met al die mooie ruimte afbeeldingen erop. Dit is de lijn van de Countryside. De Daisies. Dit is de Earthen Elegance. Prachtige papierlijn. Dit is de lijn Let's Go Fishing. Superleuk. De shoppinglijn, oftewel de Les Shops. Dit is de lijn Masterfully Made. Dan hebben we hier nog een aantal lijnen in 15 bij 15 centimeter. De Inked Botanicals. De Bright and Beautiful. En dit zijn de Glorious Gingham. Dit is steeds 1/4 deel van een papierlijn. Dit is een grote serie. Dat is de Delightfully Eclectic. Dit is een hele grote groot papierpakket. Daar zitten maar liefst 48 30 bij 30 vellen in. En hier krijg je ook 1/4 deel van. Dus dat is dan gewoon het grote vel. Alle informatie over die designpapierclub vind je in de link onderaan dit filmpje. En je kunt natuurlijk ook alle designpapierlijnen kun je los verkrijgen. En dan heb je dus 15% korting op elke papierlijn. Naast, als je ook meedoet met de papierclub, de designpapierclub, dan ontvang je 20 vellen kaartkarton. Dat is een heel pakketje kaartkarton. Dat zijn 21 bij 14,9. Dus dat zijn een heleboel kaartbasissen waarmee je dus gelijk aan de slag kan gaan. Nou, en ik wil je in dit filmpje laten zien wat je kan doen met één vel designerpapier. En ik heb dus het vel uit dat grote pakket papier gekozen. Dat is dit vel. En ook dit is een voorbeeld van zo'n vel uit dat pakket. Hier heb ik de Countryside In designerpapier voor gebruikt. Nou, leuk idee zou ik zeggen. Dus ik ga het je laten zien. Ik zal nog heel even laten zien hoe die cadeauverpakking er van binnen uitziet. Je ziet hier al aan de achterkant zo'n leuke pocket. Ik heb gebruik gemaakt van de stempelset Petal Park voor de afwerking van deze kaart. Dat is deze stempelset. Daar heb ik de bloemen en de takken mee gestempeld. Dan heb ik nog wat lint hier gebruikt. Dat is het Bubble Bath lint. Dat is het Sheer Ribbon Combo Pack. Er zitten drie kleuren van de nieuwste kleuren. Lemon Lolly, Azure Afternoon en Bubble Bath in. Super mooie combi. En ik heb voor de Nederlandse teksten gebruik gemaakt van de stempelset Een Rondje Gelukwensen. Super leuke set.
Met 14 stempeltjes, allemaal leuke Nederlandse teksten. Een aantal afbeeldingen en die kunnen dan weer gecombineerd worden met deze nieuwe 2/3/4, 2/3/8 inch cirkelbonds. Dit is een superleuke aanvulling op je collectie, zou ik zeggen. Want je kunt ze heel goed combineren met allerlei andere stempels. Zoals dus deze Petal Park set. Dan vouw je hem open, heb je aan de binnenkant ook zo'n leuke pocket. Met ook weer afgewerkt met stempeltjes. Nou, dat kun je natuurlijk helemaal naar eigen wens doen. En als laatste hier ook nog weer een hele mooie pocket. Een hele leuke pocket ook. Hier kun je nog wat opschrijven voor de ontvanger. Of je kunt er wat geld in doen, een cadeaukaart. Nou, wat je maar wilt. En wat je hier verder voor nodig hebt, is dus behalve het lint, de stempels en de teksten, is een vel designerpapier. Een vel 30 bij 30 centimeter, of 30,5 bij 30,5 eigenlijk. Ik koos voor de Eclectic Designs. Of een vel uit de Eclectic Designs collectie. Zoals gezegd, met 15% korting verkrijgbaar. Alleen nog deze maand, de maand juni. En ja, we gebruiken het hele vel. We gaan het rillen op de helft, 6 inch, oftewel 15,2 centimeter. Dan zetten we een rillijn. En dan draai je het geheel 90 graden. En dan ril je het op 2,5 inch. En dan klap ik hem even open, want dan moeten we naar 7 inch. En als laatste een rillijn van 10 inch. Nou is het op dit donkere papier helaas niet zo goed te zien. Daarom heb ik eventjes een prototype gemaakt. En dat ziet er dan zo uit. Dit is de voorkant van het designerpapier. We vouwen hem straks zo terug dat de dichte vouwlijn aan de linkerkant zit. En dan sla je hem open en dan zie je hier aan de binnenkant dat ik het onderste deel heb losgesneden. Daar een half rondje heb geponst en hier ook aan de zijkant een half rondje heb geponst. Dus dat is ook wat we nu met deze gaan doen. Ik vouw hem zo dubbel. Dan heb ik de dichte vouw aan de linkerkant. En dan vouw ik hem eventjes heel netjes op elkaar. Het is wel belangrijk om hier niet al te dik papier voor te gebruiken. Dit is op zich nog te doen. En dan aan de binnenkant gaan we deze rillijn die je hier ziet. Ik weet niet of het heel goed te zien is, maar dat is deze rillijn. Die gaan we inknippen of snijden. Dat is net wat je zelf fijn vindt. Ik ga hem eventjes inknippen. En eventjes vouwen. Dat is niet zo makkelijk te zien. Zo. En dan heb ik hier die 2/3/8 inch cirkelpons. Daarmee ga ik een halve maan uit dit deel ponsen. Dat is voor de pocket aan de binnenkant zo meteen. En dan heb ik hier op dit grote vlak, zeg maar. Je hebt hier vier vakken, om het zo maar te zeggen. En dan op het tweede vak van boven, dat is het grootste gedeelte. Daarin ga ik in het midden ook zo'n halve cirkel ponsen. Dat is voor het
voor de pocket, voor het vakje aan de buitenkant. En wat je vervolgens doet, is dat je wat dat dan dicht gaan plakken. Deze wordt helemaal dichtgeplakt. Dus hier kunnen we gewoon lijm smeren. En die kun je dan dicht plakken. Dus die gaat gewoon helemaal op elkaar. Dan kan je nog even de vuillijn goed aanduwen. En dan kun je met dubbelzijdig tape gaan we de pockets maken. En dan gaan we hier een stukje tape aanbrengen. En hierboven gaan we hem ook dicht plakken. En dan komt er hier nog een stukje tape. Dus ik plak eerst hier tape. En de bovenkant gaat ook helemaal dicht. En dan kunnen we hier ook nog een stukje tape aanbrengen. Op zich is dat niet nodig, want je plakt deze ook al dicht. Dus dan wordt dit automatisch een pocket. Maar ik doe dat toch voor de zekerheid even dicht plakken. Dan kun je de tape verwijderen. En dan vouw je hem eigenlijk op deze manier dubbel. Zorg even dat het goed op elkaar past. Nou, het is misschien handig om het een beetje te laten drogen. Zo. Ja, dan draai je hem weer om. En dan vouw je eigenlijk hier op de tweede rillijn, vouw je hem dubbel. Even goed aandrukken. Je merkt dat het een beetje begint te bol te worden. Dan vouw je deze, vouw je terug. En dan komt hier ook nog tape. Want dan wordt dit de binnenste pocket, om het zo maar te zeggen. Ik breng de tape ook zo dicht mogelijk tegen de rand aan. Dan vouw je die ook omhoog. Dus dan heb je hier een pocket. Hier een pocket. En dan gaat hier bij deze vouwlijn, de bovenste vouwlijn, die vouw je dan terug. En die komt dan weer over deze pocket heen. Op deze manier. Moet ik het wel eventjes netjes vouwen, zie ik. Je ziet dat het wat lastiger gaat, omdat het papier dan dubbel gevouwen wordt. Maar als je dat even goed aandrukt met het vouwbeen, dan komt dat helemaal goed. En dan heb je hier aan de achterkant dus ook nog een pocket. Nou kun je dus met een hoekbons nog even de hoekjes afwerken. En dan is de basis van je envelop, of ja, je envelop eigenlijk klaar. En dan is het de bedoeling om er kaartjes in te doen. Nou, daarvoor heb je gekleurd kaartkarton nodig. Met een combinatie van wit kaartkarton, zodat je er ook op kan stempelen. Voor de pocket, hier aan de achterkant heb ik een stuk gekleurd kaartkarton van 10 bij 14 centimeter. En daarop een stuk wit kaartkarton wat een halve centimeter kleiner is.
Dus dan kom je uit op 13,5 bij 9,5. Die komt hier aan de achterkant. Zo. Dan hier voor de voorkant een stuk van 13,5 bij 10 centimeter. Nee, dat zeg ik verkeerd. 13,5 bij 6 centimeter. En daarop een stuk van 13 bij 5,5 centimeter. Dat is voor de pocket hier aan de voorkant. En dan hebben we hier een stuk van 13,5 bij 10 centimeter. En een stuk wit van 9,5 bij 13 centimeter. En die komt hier aan de binnenkant. Nou, dan heb je ook nog een stuk lint nodig. Van ongeveer, denk ik, 60 centimeter. Ik gebruik een stuk retired lint. Lint dat niet meer in de collectie is. Het is Fresh Freesia lint. Ik bind dat eigenlijk zo om de kaart. Zo, en dan kunnen we de kaart gaan afwerken. En dat doe ik met een aantal stempels. Ik had in het begin van het filmpje al gezegd dat ik gebruik ga maken van de stempelset Een Rondje Geluk Wensen. En daarvoor ga ik deze stempel gebruiken. En de Fresh Freesia. Inkt. Dan pons ik het vervolgens uit. En dan pak ik even de bloemen erbij van de Petal Park. Ik heb hier de Calypso Coral inkt. En ik ga die bloemen inkleuren met Fresh Freesia. Ik moest even een hoekje af, anders kan ik de bloemen niet goed ponsen. En die heb ik vervolgens allemaal in elkaar. Die gaat hier in het midden. Um,
Die plak ik even met een dimensional iets verhoogd op. Zo. En dan kan ik, als ik deze nou openmaak, hier aan de achterkant ook nog even een dimensional plakken. En kan ik even met een schaal pakken. En hier aan de onderkant. Vastzetten. Zo. Deze laat ik heel even open, die heb ik zo meteen nog nodig. Dan begin ik even met de achterkant. Zo, en de Garden Green. En dan de... Zo, Calypso Coral, dan kunnen die op elkaar geplakt worden. Dan hebben we nog de binnenkant. We hadden aan de voorkant ik wens jou gedaan. Dus ga ik hier even kijken. Een fijne verjaardag van maken. Dat doe ik ook met de Garden Green. En ik neem deze bloemen uit de stempelset. Waarmee ik de binnenkant nog even verder ga afwerken. Zo. En die plak ik ook hier. Een lekker kleurrijk geheel zo. En die aan de binnenkant. En dan hebben we nog de voorkant. En deze voor de voorkant, daar ga ik wat kleine bloemetjes doen.
En die komt aan de voorkant. En dit zijn dan de mogelijke variaties die je kunt maken met deze leuke vouwtechniek. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Dank je wel voor het kijken in ieder geval. Mocht je op de hoogte willen blijven van nieuwe filmpjes die ik maak, abonneer je dan gerust op mijn kanaal. En blijf op de hoogte en krijg een melding als er een filmpje wordt geplaatst. Ik wil je danken voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.